Beenkracht is een ouderinitiatief, een woon- en zorgomgeving voor mensen met een beperking hier in Landen. Wij willen heel graag een oproep doen aan alle mensen die meter of beter willen worden van de mensen met een beperking die in VZW Beenkracht gaan wonen. Dit is het oude pand dat helemaal afgebroken wordt in het voorjaar en waar we vanaf de zomer de nieuwbouw gaan zien oprijzen van zorgkamers en zorgstudio's van VZW Beenkracht. Een grote living met aanpalende keuken, snoezelruimte enzovoort zal op de eerste verdieping komen. En hier dus op gelijkvoer zal aan de achterzijde een groot binnenvoer zijn, waar ook bijvoorbeeld de blindgeleide hond naar buiten kan komen voor die persoon die dat nodig heeft. Dus wij willen echt wel ruime woonentiteiten geven aan mensen, want het is echt de bedoeling dat mensen zich hier thuis kunnen voelen. Zelf kunnen inrichten zoals zij dat leuk vinden. Dat ze mensen kunnen ontvangen in hun ruimte. Ik vind mijn kamer heel leuk. Ik heb ze zelf ingericht. In de VZW Beenkracht gaan we uit van de eigen regie van mensen. Dat wil zeggen dat we gaan bekijken van wat doen mensen graag? Waar worden mensen gelukkig van? Hoe kunnen zij op een fijne manier hun dag doorbrengen? En daarom zijn de activiteiten ook helemaal afgestemd op de keuzes van mensen zelf en op wat mensen dus echt graag doen. Je kunt hier spelletjes spelen, afwassen, afdrogen, dagen, tuinwerk. Maar goed, jij gaat eigenlijk kunnen denken. Dat is ook mijn idee. Ja. Dat geldt niet. Als VZW Beenkracht moeten wij jaarlijks een bedrag van 50.000 à 70.000 euro verzamelen. En daarom proberen wij allerlei acties op te zetten om dit doel te realiseren. Zo hebben wij onze wandeltochten die we doen, maar ook onze benefiet dat meehelpt om geld in het laadje te zetten. Mijn vrouw en ik zijn vrijwilliger bij Beenkracht. We hebben omwille van Nadia en Luc ook Sarah uiteraard leren kennen. En wij kennen ook heel erg de bezorgdheid van Nadia en van Luc in verband met de toekomst van Sarah. En we vinden het ongelooflijk moedig dat zij dat allemaal in eigen handen nemen. De sponsortocht van de scholen heeft 8.600 euro opgebracht. Wij wandelen vandaag voor de mensen die hier kunnen. Als je beter of meter wordt van bewoner van VZW Beenkracht, word je automatisch beter of meter van VZW Beenkracht. En eigenlijk hebben wij beters en meters nodig om structureel geld in het laadje te krijgen om ons personeel te kunnen betalen.